Ja, dan gaan we nu over naar twee pitches die nog gaan komen. Dat zijn de pitch van, als het goed is, Rijk Wesselo. Die heeft al een stuk gepresenteerd, maar die gaat het nu even heel snel als een bite nog een keer vertellen. En Joost Mulder van Heijmans. Dus ik vraag even of daar de personen voor bijgeschakeld kunnen worden door de zaalwacht. Ik zie Rijk komen. En als het goed is, gaat Kai weg. Kijk. Welkom. Hallo. Kijk, goedemiddag wederom. Jouw lange presentatie is waarschijnlijk wel terug te zien, maar je gaat nu een pitch houden, korte pitch over wat je vanmiddag in, wat is het, 20 minuten ons hebt Ja, uitgelegd. redelijk precies, hè? Ja, precies, was heel strak. Ik hou je niet verder op, aan jou de vloer. Oké, dan ga ik even mijn scherm delen. Ja, dit is in feite de presentatie zoals ik die vanmiddag heb gegeven, maar dan in vogelvlucht. Hè? Dus de kracht van informatie op de kaart en wat mag je niet missen. En even kijken. Ja, dan begin ik eigenlijk met GIS. Want GIS is mooi, hè? GIS staat voor Geo-Informatiesysteem, uiteraard, dat zullen een hoop al weten. Maar veel informatie is ruimtelijk en die staat dan toch vaak administratief beschreven. En ik vind een leuk voorbeeld altijd buienradar. Iedereen kent dat wel. Daarin kun je gelijk zien waar je aan toe bent. Hè? Dus wanneer komen de buien op mij af? En dan wil ik toch een kaartje hebben waarop ik dat zie bewegen. En dat kan ik veel beter begrijpen dan als iemand mij dat met tabelletjes gaat vertellen. Ja, ook buiten de professionele omgeving is men natuurlijk gewend eigenlijk aan het gebruik van GIS. Denk dan aan de commerciële GIS-toepassingen, zoals die van Google en Apple. Nou ja, daar kun je vooral winkels op vinden en uiteraard nog veel meer. Maar je wil daar dat misschien ook wel kunnen toepassen voor je eigen organisatie. Hè? Dus je eigen data erop kunnen plotten, inspraak mogelijk maken. En hoe doe je dat dan? Nou, dan zijn er ook een paar valkuilen te erkennen binnen GIS-systemen. Vaak zijn ze heel specialistisch of complex. Hè? Dus je hebt databases, je moet iets gaan installeren, je moet iets gaan beheren, queries draaien. Nou, dat kan leiden tot hoge beheerlasten. Ja, en als je alles dan op je eigen servers hebt staan, hoe kun je dan je informatie veilig gaan delen, hè? Want als iemand anders van buiten jouw kantoor daarop wil kijken, dan moet je daar iets voor gaan voorzien. Gaan en foto's te maken van reclame naverkenningen. De voorbeelden die ik hierover schreef, die zijn dan met name geënt op het gemeentelijk gebruik. Dus een gemeente gaat naar buiten met zijn data, maakt met zijn tablet een foto en kan een dossier opbouwen. Hetzelfde geldt voor het naverkennen van nieuwbouw of het waarderen van WOS-taxaties. Dus als iets in aanbouw is, dan moet je tussentijds toch ook kunnen heffen. En dan is het handig als je daar voor naar buiten kan gaan en ook wat bevindingen op de kaart kan doen. Nou, boorweginspectie. Uiteindelijk komt dat op een kaartje terecht met een beschrijving. En kan iemand in kantoor dat afhandelen. Dus je wil die wisselwerking van buiten of binnen. Maakt eigenlijk niet uit waar je bent. Overal wil je met die applicatie kunnen werken. Nou, de kracht van de kaart werkt ook in de communicatie door. Ik heb hier een mooi voorbeeld van de gemeente Gennep, waarbij ze op de hoofdsite een knop hebben staan om een melding te kunnen doen. Vervolgens krijg je dan weer dat kaartbeeld voor je. Met bovenin, als jullie dat kunnen lezen, zoom in op de locatie waar u een melding wilt maken of zoek op een adres in het zoekveld linksboven. Als we dat dan doen, dan kun je op je eigen huis klikken en daar een melding doen. En vervolgens voeg je daar een foto aan toe met je telefoon en dan wordt dat gelijk inzichtelijk voor de ambtenaar om zoiets af te handelen. Nou, in dit voorbeeld is er een tak naar beneden gewaaid en die wil je opruimen. Misschien moet er wat snoeiwerk verricht worden, et cetera. Maar nogmaals, je hebt gewoon een heel makkelijk platform wat volledig SaaS en web-based is, waardoor je dus niks onder de motorkap hoeft te regelen, maar meer juist bezig kan zijn met het functionele, met de mooie data die je erin hebt zitten. Nou, daarnaast is er nog veel meer te bekijken. Denk dan dus aan toepassingen binnen vergunningen, parkeervoorzieningen, welstandskaarten, erfgoedbeleid, processierupsen. De mogelijkheden zijn oneindig. En je communicatie doe je dan eigenlijk via één terugkerend platform in plaats van meerdere specifieke toepassingen. Zoals nou ja, je hebt verschillende toepassingen voor hele
specifieke problemen, zoals het meldingen doen over de openbare ruimte. Maar daar kun je dit dus ook prima voor inzetten, naast een heleboel andere toepassingen. En jullie staan op het innovatieplein. Inderdaad, wij zien u graag terug. Als mensen informatie willen hebben, die kunnen jou even opzoeken op het innovatieplein. Zo is dat. Nou, ja, 5 minuten. Ja, heel strak. Doe je goed, joh. Dankjewel. Dankjewel. Goed. En succes. Dankjewel. Dag hoor.